echt het woensdag. De dag dat we naar de jeugd komen gaan, de eerste editie. Ja, sorry hoor, ik heb een zware tas hier zo. De eerste editie van de christelijke jeugdkamp. And we are excited about it. Ik ga nu naar de verzamelplaats waar we ons allemaal gaan verzamelen. Nou, zoals ik al zei, we gaan nu naar de verzamelplaats. En het is de eerste christelijke jeugdkamp dat door onze communiteit wordt georganiseerd. Door de heldengeneratie wordt georganiseerd. Je suis femme. En zuster Zola. Ik ben gewoon just helping with administratie en all kind of stuff. Gewoon een beetje assisteren waar nodig is. Dus we all excited about it. Dus ik ga nu even snel naar mijn moeder. Even mijn slaapzak halen, want die was vergeten. And then we're on our road. Dus even kijken. Bye bye. Ik ben een van de deelnemers van het jeugdkamp 2017. De reden dat ik ben gekomen en dat ik deel heb genomen is omdat ik vind van 3 dagen €60 is niet zomaar. Ik vind van, je bent in Gods aanwezigheid, je leert, we delen met elkaar. Het is ook leuk, gezellig, vuurkamp ook. Gewoon gezelligheid, maar ook in Gods aanwezigheid. En voor de volgende keer, want ik hoop dat het de volgende keer ook zal zijn. Dus dan nodig ik jou ook uit als je dit jaar niet bent kunnen komen, nodig ik jou ook uit. Nou, God bless you. En dat was. Hoi, ik ben Benny. Ja. Ik ben één van de deelnemers die meegaat. En ik ben meegegaan om. Toen ik die flyer zag, dacht ik van ja, dit lijkt me wel een goed idee, lijkt me wel leuk. Leren we meer van het woord. En groeien we daarmee in. Het is leuk om nachtwaker zijn en zo. Dus dat is ook iets. Dat mij aangetrokken heeft, die intimiteit met de Heer en zo. Amen. En dat is wel goed. En ik ben zeker van plan om volgend jaar mee te gaan. Love.
een beetje gedaan. De taken verdeeld, de omgeving verkennen. Dat gaan we nu doen. We zijn een beetje aan het wandelen met iedereen. Oh my god, ik zie er niet uit. Vloggen. Dus ja, we zijn hier met zuster Zola. Hallo, vlog. Hè? Ze is de hoofd van alles. Hè? Het idee, nou, de visie, nou, de alles. Hè? Alleen het instrument, hè? Dus ja, dit is de first edition. Het gaat goed. We prijzen God. Straks gaan we eten. Dus blijf kijken. Zoals je daarvoor al hebt gezien, we prayed. We hebben het huis gezalfd met het bloed van de Heer. Dus ja, de kamer is een beetje ingedeeld waar iedereen moet zijn. En ja, nu zijn we wandeling aan het doen. Black people wandeling in the woods. Like, kijk daar. Ze zijn allemaal een beetje daar. Ja, ik heb nu al geen zin. I'm tired. People come from... Zuster Laurentia! Zij is een van onze adoratrices. Zuster Laurentia, we zijn hier samen met zuster Gladys en de broer van de helden generatie en natuurlijk ook de worshipers. We zijn vandaag aangekomen in Utrecht. En God zegen. Deze 3 dagen worden vurig. Recreatieruimte. Dus dat is hier. Hier gaan we de diensten houden. Dus ik ga even naar binnen. Kijk hoe het allemaal is. Jongens, ik zie er niet uit. Nee. Daar gaat het vandaag niet om. Okay. Nou, zoals je ziet, dit is de ruimte waar we de dienst straks gaan houden. Het is best wel groot. Dus ik ga even alvast. Nazo imba po nakokite, nazo imba po nakokite, nakokite. Natangwali kambo, batalela ka ami, basusu paparon, relation zanango. Kananeza différent, awana betisa, atama yeningani, nanya bwakayo, natila yo motema, natila yo motema, natila yo motema. C'est toi, and you, qui est l'église de demain. You are the church of tomorrow. Si l'église de demain, if the church of tomorrow n'a pas de fondation aujourd'hui, doesn't have a foundation today, demain, tomorrow, there is a problem. Voilà pourquoi, that's why, nous qui est le temple, we are the temple, nous qui est l'église de demain, and the church of tomorrow. Quand je dis l'église de demain, and when I speak about the church of tomorrow, ça veut dire les encadreurs de demain. That means that we are the people who will lead our people. De demain. We are the pastors of tomorrow. Les prophètes de demain. We are the prophets of tomorrow. C'est toi qui vas conduire l'église de demain. You will lead the church of tomorrow. Et voilà pourquoi aujourd'hui, and that's why today, tu dois être posé. You need to be placed dans la parole. In the word of God.
Nous allons dire à Dieu. We're going to say to God. Aide-moi. Help me. Bible the Bible is telling. C'était poussé par l'esprit. That we are being led by the Spirit. Que les prophètes ont prophétisé. That the prophet had prophesied. Car la spiritualité. In the spiritual way. Est plus puissante que le physique. Is more powerful than the physical way. Les gens aiment voir. People love to see. Mais avant de voir. But before you need to see. Tu dois rentrer d'abord en esprit. You need to come back in spirit. C'est pas tout le monde peut voir l'esprit. It's not everybody that can see his spirit. Tu fais maintenant spirituel peut comprendre les choses. Only the person who has the spirit that can understand it. C'est seulement la personne qui a l'esprit. That is only the person that is spirit that will understand it. Your Christian life. Au lieu de progresser. Instead of going forward, you are still standing and don't know where to go. You don't know if you are going backwards or where. But I'm telling you today, make a new step. And from today, start walking. Walk. What her question is, what is the most big things that she has received from God? She said her mother. Wow. Because my mother is always 24/7 with me. Because my parents are separated. My mother has now two roles to play. And through her, I didn't miss anything in my life. Amen. Amen.
Zorg voor iemand. Dus ook al maakt iemand fouten, je hebt liefde voor diegene, dus kijk er doorheen. Oh. Dus, dat is een zwakke. Ik wil hem bedanken voor vandaag bij de dienst dat hij mij moet even geven om naar voren te gaan. Amen. Iedereen is van. Het komt wel goed, hoor. Tillema. Kom vooruit. Wie is een vrouw? Wie is een vrouw? Oeh. Oh. Wauw. Si. Tu as fait ta rabine. Wow, deep man.